Wil jij sensoren uitlezen die buiten het bereik liggen van wifi, Z-Wave of Zigbee? Bekijk dan deze video. In deze video gaan we kijken hoe we LoRa kunnen koppelen aan Home Assistant en hoe we makkelijk en probleemloos afstanden van honderden meters kunnen overbruggen. Voordat we naar onze testopstelling gaan kijken, gaan we eerst even kijken naar wat basiszaken van LoRa. Laten we eerst even kijken naar de afstanden die we met LoRa zouden kunnen afleggen. De afstand is nogal afhankelijk van de obstakels die ertussen zitten. En in het meest ideale geval heb je een line of sight. Dat betekent eigenlijk dat je tussen de zender en de ontvanger geen obstakels hebt. Het wereldrecord wat gehaald is op dit moment is 1300 kilometer. En dan moet je er even rekening mee houden dat we ook nog een kromming hebben in de aarde. Dus ja, dat is best wel een flinke afstand. Zelf heb ik een opstelling op het dak staan waarmee ik 20 tot 60 kilometer ver zaken kan ontvangen en verzenden. Dat is een LoRaWAN opstelling. Ik ben onderdeel van het Helium netwerk. Met een antenne aan de buitenkant. En daar gaan we zo direct ook wat verder even nog naar kijken. En ik heb een testopstelling gemaakt. En daarbij heb ik alles gedaan om het zo slecht mogelijk voor elkaar te krijgen. Met een gekrulde antenne en van alles en nog wat. De ontvanger stond, of de zender stond eigenlijk binnen gewoon op kantoor. Kwam twee muren tegen. Een raam, rolluiken. Antennes die niet optimaal zijn, maar toch een paar honderd meter was goed mogelijk. Nou, wat ik net al zei, van de antenne is natuurlijk een groot deel van wat het ook het een en ander bepaalt, maar ook wat het kan verstoren. Ik heb dus zelf een antenne op dak staan en die geeft een stuk versterking, 8 dBi. En dat is ideaal, zou je zeggen. Hoe meer de antenne versterkt, hoe beter het is. Maar houd er rekening mee dat een verstoring, dus een frequentie die vlakbij is, vaak ook wordt versterkt door die antenne. Dus als je echt lange afstanden zou willen afleggen en je zou met grote en goede antennes aan de gang gaan, moet je ook werken met filters. Een ander ding waar we rekening mee moeten houden is de frequentie. En daar zitten nogal wat verschillen tussen. In Europa mogen we in de 863 tot 870 megahertz frequentie mogen we gebruiken voor LoRa. Maar in de Verenigde Staten is dat bijvoorbeeld 902 tot 928 megahertz. Australië 915 tot 928. Dus die 928 kom je in Australië ook weer tegen. China heeft bijvoorbeeld 470 tot 510 megahertz. En in de rest van Azië 920 tot 923 megahertz. Is dat van belang voor ons? Nou, met de aanschaf is het wel belangrijk dat je de juiste spullen koopt. Wij zitten dus in de 863 tot 870 megahertz frequentie. En op het moment dat je een LoRa-bordje koopt, is het natuurlijk wel belangrijk dat je het goede LoRa-bord koopt. Wat ik al zei, de frequentie is een vrije frequentie. Daar mag iedereen op doen en laten wat hij wil. Het fijne van deze frequentie is dat je daarmee met weinig vermogen een lange afstand kan afleggen. Het nadeel van deze frequentie is dat je er maar heel weinig data overheen kan sturen. En daarom wordt die frequentie eigenlijk weinig gebruikt door anderen dan voor bijvoorbeeld LoRa. Ik praat over LoRa. Ik heb het net al over gehad over het Helium netwerk met LoRaWAN. Er is een verschil tussen LoRa en LoRaWAN. Bij het LoRa netwerk maak je zelf eigenlijk je eigen netwerk en dat ga je van A naar B. Zet je een tijdelijke verbinding op, verzend je data. Het kan ook zijn dat je meerdere zenders hebt en maar één ontvanger. Dat is wat ik ga maken. Ik ga eigenlijk een gateway maken. En die gaat zorgen dat die communiceert met mijn Home Assistant. En vervolgens al mijn zendertjes
ga ik overal en nergens neerzetten. Voor bijvoorbeeld een buitentemperatuur. Een poortdeur die open is of niet. Een accu monitor voor mijn auto. Et cetera, et cetera. En bij LoRaWAN zit het iets anders in elkaar. Daar heb je eigenlijk hetzelfde principe. Je hebt een zendertje. En die zender die zendt ook gewoon een LoRa-signaaltje uit. Dat wordt opgepakt door een van de ontvangers ergens in Nederland, in Europa, waar dan ook. Die zetten dat vervolgens om naar het internet. Daar staat de gateway server. En vervolgens kan jij als consument zijnde zien waar of wat de gegevens zijn die jouw zender verstuurt. Voor dit project zijn eigenlijk maar een tweetal componenten nodig. Eén is de ESP32. Dat bordje hebben we nou eenmaal nodig voor de processor. En het moet specifiek inderdaad een ESP32 zijn in verband met de bibliotheken die geladen moeten worden. En het andere is het LoRa-bordje zelf. En daarvoor heb ik gekozen voor de RFM95. Een heel simpel, goedkoop, klein bordje. Die wel als nadeel heeft dat je zelf de draadjes eraan zou moeten solderen. Nou, voor mij geen probleem. Ander nadeel is dat hij niet op het standaard breadboard past. Dus je kan niet zeggen, joh, ik soldeer de pinnetjes op en ik druk hem op het breadboard en van daaruit ga ik verder. Maar ja, goed, het zij zo. Er zijn overigens wel printplaatjes die het een en ander met elkaar verbinden, zodat hij wel op het breadboard past. Het aansluiten wat ik gedaan heb, is eigenlijk relatief eenvoudig. En ik heb het eventjes in het schemaatje ook hieronder even weergegeven. Ik zal dit ook op mijn website even zetten met een linkje ook ernaartoe waar ik het heb staan op mijn website. Ik heb alleen voor de ontvanger heb gekozen om daar ook nog een OLED display bij te maken. Dat geeft mij als voordeel dat ik gelijk bij de ontvanger kan zien wat hij ontvangt en of het geldige pakketjes zijn. Zodat ik niet de hele tijd de ontvanger aan de computer zou moeten hangen om te kijken of er überhaupt iets gebeurt wat ik wil. Oké, als we alles in elkaar gezet hebben en hij zit op een breadboard of hij zit, misschien heb je hem wel gelijk gesoldeerd, dan is het in ieder geval nu tijd voor de code. En laten we even beginnen met de zender. Daar heb ik een stukje code voor geschreven en die begint met uiteindelijk het inladen van het LoRa-bord. Vervolgens worden er een paar connectoren eigenlijk gedefinieerd. En uiteindelijk worden die hier in de setup worden die gezet. Let op, hier wordt het nu belangrijk, want mijn RFM95 bord is geschikt voor meerdere locaties. En ik moet hier dus daadwerkelijk kiezen dat ik nu ga werken voor Europa. Dus moet ik zetten dat die daarmee ook voor Europa wordt gezet. Nou, als dat gelukt is, dan is de initialisatie in principe gelukt. En kan ik beginnen met met de loop. Dit is een extra stukje wat ik heb toegevoegd. De loop is eigenlijk heel makkelijk. Hij verstuurt het pakketje Hello World. Vervolgens zorg ik dat hij maximaal 20 lang is. Dat heeft straks te maken met dat MQTT moet gaan worden. En daar wordt uiteindelijk nog een keer een teller aan toegevoegd. Die telt van 1 tot en met 99. En op het moment dat die 99 is, begint hij weer bij 0. En uiteindelijk heb ik een delay van 1000 of 1 seconde erin zitten. Zodat hij iedere seconde netjes eventjes deze loop doorloopt. Nou, wat hij dan vervolgens nog doet. Hij roept Send LoRa aan. Dat is deze routine. Die heeft eigenlijk niks anders dan begin pakket, schrijf een pakket en een eindpakket. En op het moment dat die eindpakket is, stuurt hij de gegevens naar het LoRa bordje en het LoRa bordje zendt hij uit ergens. Nou, daar waar een ontvanger is.
gaan we kijken aan de ontvangende kant. Dan doen we eigenlijk bijna hetzelfde. Alleen de OLED display wordt verder ook nog aangestuurd. De setup is bijna hetzelfde. Alleen daar zit ook nog een keertje de OLED display bij in. Ook hier zet ik natuurlijk weer dat hij voor Europa is. En als ik hier nu kijk in mijn loop, dan is dat eigenlijk een loop die constant doordraait. Als er een package size is, oftewel een pakket is wat een bepaald formaat heeft, dan is er iets ontvangen. Dan zegt hij, oké, wat heb ik ontvangen? Dat wordt in LoRa Data neergezet. En vervolgens lees ik ook nog even uit van, welke RSSI, oftewel hoe sterk is het signaal? Datgene, dat stuur ik natuurlijk, dat stuur ik uiteindelijk ook naar de serial monitor terug. En voor de display, de OLED display, doe ik een clear display. Ik zeg, er is een pakket ontvangen. Dit zijn de gegevens. En dit is de RSSI, oftewel hoe sterk is die? Als ik kijk hoe dit nu non-stop doorloopt, dan blijf ik dus gewoon netjes gegevens ontvangen. En eigenlijk is daarmee het eerste stap van mijn zender en mijn ontvanger gereed. En kan ik doorgaan met het maken van een gateway. Die de ontvangersignalen ook door kan zetten naar Home Assistant. En uiteindelijk ook een zender die op de juiste wijze het een en ander verstuurt. Beide zullen in een aparte video, een volgende video, worden gemaakt. Hey, voor nu bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leerzaam vond. En ik zou zeggen, houd het kanaal even in de gaten. Abonneer jezelf. Dan zie je ook wanneer de volgende video over de gateway verschijnt. Hoi!